loop warm voor de reanimatie. Mijn naam is Petra Jordan, ik ben reanimatie-instructeur voor de stichting AED Hartstikke Nodig in wijkbeduursteden Koten en Langbroek. Oké, en wat houdt dat in? Dat houdt in dat deze stichting is opgericht door de heer Oegies. Hij vond het belangrijk omdat we in een buitengebied van de RAVU, de ambulancediensten, zitten. De ambulance aanrijdtijd is soms langer dan dat er staat voor de 6 minuten die nodig zijn bij een geslaagde reanimatie. De eerste 6 minuten is het allerbelangrijkst. Door de stichting op te richten is het ons na een tijd gelukt om ook aangesloten te zijn bij de RAVU. Dus op het moment dat mensen hier in de regio Koten, Langbroek en wijkbeduursteden 112 bellen, krijgen 250 tot 300 vrijwilligers de oproep om mee te helpen met de reanimatie. Die zijn vaak eerder aanwezig dan de ambulance. En binnen die 6 minuten en die eerste 6 minuten tellen. En daar loop ik heel erg warm voor. Om te zorgen dat iedereen in die eerste 6 minuten kan handelen na een hartstilstand, hartfalen. En jij geeft zo'n cursus dan bijvoorbeeld, reanimatie? Ik geef zo'n cursus. De opleiding is echt niet veel tijd. Het kost u 4 uurtjes over 2 avonden. 2 avonden van 2 uur. En ook dan kunt u reanimeren en alle AED's bedienen en gebruiken zonder dat u denkt van, oh, wat moet ik met dat enge apparaat? Ja, want dat zullen een hoop mensen wel denken. Die schrikken daarvan. Heel veel mensen weten ook niet van, mag ik die AED wel gaan halen en mag ik hem wel gebruiken? Ik zeg altijd, iedereen mag de AED halen en iedereen kan hem gebruiken zolang je maar 2 oren hebt die werken. Want de AED vertelt precies wat die van je wil. En hoeveel vrijwilligers hebben jullie hier in de wijkbeduursteden? Hier in wijkbeduursteden zitten we ongeveer op 275 vrijwilligers. Allemaal opgeleid? Allemaal opgeleid. Hebben we 11 openbare kasten die na een oproep van de RAVU of met een pincode of in geval van nood via een 06-nummer te openen zijn. Door iedereen en de vrijwilligers krijgen per sms in hun oproep de code van de kasten mee en waar die zijn. En is dat overal in Nederland al zo? Nee, dat is nog niet overal in Nederland. Er zijn meerdere gemeenten waar deze pilots draaien. Maar wij zijn in de provincie Utrecht de eerste en ook de eerste gemeente die aangesloten is bij de RAVU. Dus de centrale meldkamer van de ambulance. Dat is prachtig. Daar zijn we ook echt heel blij mee. Ja. Nou, ik kan me voorstellen dat je daar warm voor loopt. En ik hoop dat er meer mensen zijn nog die zich willen aanmelden voor zo'n cursus. Want hoe meer mensen kunnen reanimeren, hoe beter zou ik zeggen. Hè? Ja, beter goed reanimeren en hopen dat we elkaar daarmee kunnen helpen. Provincie. Ja, ga je gang. Of in de gemeente wijkbeduursteden Koten of Langbroek en denkt u na dit filmpje van, goh, dit spreekt mij aan. Neem contact op met stichting AED Hartstikke Nodig. En wij nodigen u vanzelf uit voor een avond bij ons om de opleiding te volgen. Heel mooi. Bedankt voor dit interview. En ik hoop dat er veel mensen op af zullen komen.